Jezus vertelde nog een gelijkenis. U kunt zich het koninkrijk van de hemelen ook zo voorstellen. Een boer zaaide goed graan op zijn land. Maar op een nacht, terwijl iedereen sliep, kwam zijn vijand en zaaide onkruid tussen het graan. Toen het graan begon te groeien, schoot ook het onkruid op. De knechten gingen naar de boer toe en zeiden: "Het veld waar u dat goede graan hebt gezaaid staat vol onkruid." "Dat heeft een vijand gedaan," zei hij. "Zullen we het onkruid er tussenuit trekken?" vroegen zij. "Nee," antwoordde de boer. "Want dan trekken jullie het jonge graan ook mee. Laat ze maar samen opgroeien tot de oogst. Dan zal ik tegen de maaiers zeggen dat zij eerst het onkruid bijeen moeten halen en verbranden. Daarna kunnen zij het graan in de schuur brengen." Jezus vertelde ook deze gelijkenis. Het koninkrijk van de hemelen is net een mosterdzaadje dat in de grond wordt gestopt. Het is het kleinste zaadje dat er is. Maar het wordt wel een van de grootste struiken, een boom zelfs. De vogels kunnen in zijn takken schuilen. Hij vertelde nog een andere gelijkenis. Het koninkrijk van de hemelen is net als de gist waarvan een vrouw een beetje in een hoop meel doet. En na een tijdje is het deeg door en door gegist. Telkens wanneer Jezus de mensen toesprak, vertelde hij gelijkenissen. Dat zijn verhalen met een diepere betekenis. Hij gebruikte voortdurend voorbeelden om duidelijk te maken wat hij bedoelde. Een van de profeten had al gezegd: "Ik wil door middel van voorbeelden spreken en vertellen wat van het begin van de wereld af geheim is gebleven." Jezus stuurde de mensen weg en ging naar huis. Zijn leerlingen kwamen bij hem zitten en vroegen wat hij bedoelde met de gelijkenis over het onkruid tussen het graan. "Luister," zei hij, "ik, de mensenzoon, ben de boer die het goede zaad zaait. Het land is de wereld. Het goede zaad zijn de mensen die bij het koninkrijk horen. En het onkruid zijn de mensen die bij de duivel horen. De vijand die het onkruid heeft gezaaid is de duivel. De oogst is het einde van deze tijd en de maaiers zijn de engelen." Zoals in dit verhaal het onkruid bijeengehaald en verbrand wordt, zo zal het ook gaan bij het einde van deze tijd. Ik, de mensenzoon, zal mijn engelen erop uitsturen. Zij zullen alle verleidingen en alle slechte mensen uit mijn koninkrijk bijeenhalen en in de oven gooien. Daar zal het een en al wroeging, tranen en verdriet zijn. Maar de goede en gelovige mensen zullen in het koninkrijk van hun vader stralen als de zon. Wie oren heeft, moet ook goed luisteren. Het koninkrijk van de hemelen is net een schat die ergens in een stuk land ligt en door iemand wordt ontdekt. Die man stopt de schat vlug weer in de grond. Hij is zo blij dat hij alles wat hij heeft verkoopt. Dan koopt hij het stuk land met de schat erbij. Het koninkrijk van de hemelen doet ook denken aan een koopman die op zoek is naar mooie parels. Ineens ontdekt hij er een van grote waarde. Hij verkoopt alles wat hij heeft en koopt die ene kostbare parel. Een ander voorbeeld van het koninkrijk van de hemelen is een visser die zijn net in het water gooit. Er komen allerlei vissen in. Wanneer zijn net vol is, trekt hij het op de kant en gaat de vissen sorteren. De goede doet hij in de manden, de slechte gooit hij weg. Zo zal het ook gaan bij het einde van deze tijd. De engelen zullen komen om de slechte mensen van de goede te scheiden. En de slechte zullen in het vuur worden gegooid. Daar zal het een en al wroeging, tranen en verdriet zijn. "Begrijpen jullie dit?" "Ja," antwoordde zij. Hij ging verder en zei: "Iedere leraar van de Joodse godsdienst die een leerling van mij wordt, heeft een dubbele schat. De oude schat van Mozes en de profeten en de nieuwe schat van mij." Ja.
Na het vertellen van al deze gelijkenissen ging Jezus naar Nazareth, de stad waar hij was opgegroeid. Daar sprak hij in de synagoge. Iedereen verbaasde zich over zijn wijsheid en de wonderen die hij deed. Hoe is dit mogelijk, zeiden zij daar. Hij is toch de zoon van onze timmerman? En we kennen allemaal zijn moeder Maria en zijn broers Jacobus, Jozef, Simon en Judas. Zijn zusters wonen hier ook. Wat verbeeldt hij zich wel? Het was duidelijk dat zij niets met hem te maken wilden hebben. Jezus zei tegen hen: een profeet wordt overal geëerd, behalve in zijn eigen stad en in zijn eigen familie. Hij deed daar niet veel wonderen, omdat zij niet geloofden. Toen Herodes, de gouverneur van Galilea, over Jezus hoorde, zei hij tegen zijn dienaars: dat moet Johannes de Doper zijn, die weer levend is geworden. Daarom kan hij al die wonderen doen. Herodes had Johannes namelijk gearresteerd en op aandringen van Herodias, de vrouw van zijn broer Filippus, gevangen gezet. Want Johannes had tegen hem gezegd dat hij niet met haar mocht samenleven. Daarom had hij Johannes willen doden. Maar hij durfde het niet uit angst voor een opstand. Het volk geloofde dat Johannes een profeet was. Op de verjaardag van Herodes kwam de dochter van Herodias de feestzaal binnen en danste voor de gasten. Herodes vond het zo mooi dat hij beloofde haar te zullen geven wat zij verlangde. Ik zweer het je, zei hij. Op aanraden van haar moeder vroeg zij om het hoofd van Johannes de Doper op een schaal. Herodes vond dit heel erg, maar kon er niet onderuit. Al zijn gasten hadden gehoord welke eed hij had gezworen. Daarom gaf hij bevel het hoofd van Johannes te halen. Johannes werd in de gevangenis onthoofd. Zijn hoofd werd op een schaal binnengebracht en aan het meisje gegeven. En het meisje gaf het aan haar moeder. Later kwamen Johannes' leerlingen het lichaam halen en begroeven het. Ze gingen ook naar Jezus toe om hem te vertellen wat er gebeurd was.